En dan echt terug naar Antwerpen. Want daar viert geneeskunde voor het volk feest. Want de groepspraktijk in de Sint-Rochusstraat in Deurne bestaat vandaag 30 jaar. Het team van vooral jonge dokters zijn dat. Geneeskunde voor het volk heeft niet alleen een groepspraktijk in Hoboken. Ook in Deurne is de artsenvereniging intussen al 30 jaar actief. Eerste prioriteit daar zijn en blijven de patiënten, die bij een consultatie slechts enkel de opleg moeten betalen. Dat wordt vandaag gevierd door een team met enkele ervaren krachten als dokter Dirk van Duppen, maar ook veel jonge artsen. Ik ben heel blij dat we inderdaad nieuwe jonge artsen aantrekken. We zijn ook een universitaire opleidingspraktijk. Dus jonge geneeskundestudenten leren onze sociale manier van werken, leren dat aan de lijve kennen hier als ze op stage komen. En dus dat trekt ook jonge artsen aan om eigenlijk als arts, als intellectueel, hun kennis en capaciteiten ten dienste van het volk en van de samenleving uit te bouwen. Hier in Deurne ligt men heel sterk de klemtoon ook op medisch-wetenschappelijk werk en ook dat trekt jonge mensen aan. Ik moet zeggen, en het doet mij wel veel plezier als ik bijvoorbeeld nu de vernieuwde website van geneeskunde voor het volk zie, van daar vast te stellen hoe die jonge mensen met een eigen invulling toch eigenlijk voor diezelfde idealen op een nieuwe manier en ook nog een beetje op dezelfde manier als wij blijven verder werken. De patiënten komen hier elke dag over de vloer, een mix van allochtonen en autochtonen. Veel volkse mensen die zich niet blauw willen betalen aan een artsenconsultatie. Het is eigenlijk een familie. Je komt hier ook altijd dezelfde mensen tegen ongeveer, die het zo om de 6 weken komen. Je komt in een gesprek. Het is gewoon een... Je komt in een familie binnen. 30 jaar geneeskunde voor het volk, dat is hier in Deurne een feest waard.